klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Ik heb een draak. Waar is Simon? Oh, hallo, Ferdinand, mama Doe. En Jaspaar, kom eens kijken. Een slak. Tada! Ik heb een slak gevonden. Hij is zo klein. Zo heb ik er veel bij mij thuis in mijn tuin. Wel, in mijn tuin zit een enorme kikker die zijn tong uitsteekt aan rook. Ja, maar jongens, kijk eens. De slak laat overal slijm achter. En ik heb een super eekhoorn in mijn tuin. Wauw! En hoe ziet die eekhoorn eruit? Wel, hij is helemaal rood. Zijn staart is super mooi en hij springt echt heel grappig. Boing, 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 boing. En hij snuffelt met zijn neus. Hé, hey, kijk, mijn slak zit in zijn huisje. En mijn eekhoorn heeft nog een ganse familie. Ja, maar ik heb wel een draak in mijn tuin. Huh? Ja, en hij komt elke dag een keertje langs. Maar Simon, het is toch geen echte draak, hè? Ja, een echte draak. Dat is onzin. Dat is niet waar. Het is een superdraak. Ik mag zelfs op zijn rug zitten. Je zal hem straks wel zien. Wacht maar. Goed dan, dan komen we straks terug. Hey. Kom aan jongens, ik zal je de eekhoorn tonen. Maar Simon, waarom zei je dat we een draak hebben? Ik weet het niet. Ik wou gewoon dat ze naar me luisterden. Maar nu weet ik niet wat te doen. Simon, Gaspar, doen jullie de deur eens open? Dank je. Oh, voetafdrukken. Hoger springen, Gaspar. Het moet eruit zien als drakenpoten, oké? Oké, Simon. Ik ga super hoog springen. Hey, wat doe je, Simon? Kijk, ik maak drakenuitwerpselen. Wauw. Wat plaatjes erin. Super drakenuitwerpselen. En nu gaan we ons verkleden als draak, Gaspar. Tada! Kom aan, Gaspar. Verstop je in de tuin en kom eruit wanneer ik roep... Draak! Een draak! Oh, ja. Oké. Hé, jongens. Kom aan. Mijn draak is er bijna. Hé, kijk. Dat zijn echte draakafdrukken. Oh. En dat zijn echte drakenuitwerpselen. En nu? Nu ga ik de draak roepen. Draakje! 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 Oh, nee. Alles oké, Gaspar? Oh, je hebt zo'n mooi drakenkostuum aan. Papa, ik zit vast. Wacht eens, ik zal je helpen. Draakje! Waar ben je? Waarom komt hij niet als ik hem roep? Misschien moeten we hem allemaal samen roepen. Draakje! Draakje! Oh, kijk daar, het draakje. Maar dat is geen echte draak. Het is Gaspar. Mijn kostuum is helemaal kapot. Dat is oké, Gaspar. Je bent zo grappig. Het is niet jouw schuld, Gaspar. Hé, kijk! Kijk daar! Oh, de draak! Hij bestaat! Psst, Simon, ik ben het. Papa? Hé, kom terug! Mijn draak is heel lief! Een draak! Oh, er zit een echte draak in onze tuin. Eigenlijk, Gaspar, is het geen echte draak. Het is papa in een kostuum. Wie heeft er zin in een drakenritje? Ja, ik eerst. Hou je vast. Daar gaan we. Simon heeft een goede grap uitgehaald. Vinden jullie ook niet? Maar het ziet er dan ook uit als een echte draak, dat kostuum.
Maar Ferdinand, echte draken bestaan niet. Eeuw, papa staat in de uitwerpselen.